Ik ben daar begonnen met een ploeg of met een team. En dat zag ik al, dat was een team. Dat was de jongens onder elkaar die samen voor elkaar wilden werken. De opdracht was eigenlijk heel simpel, om te promoveren. En het lukte maar niet, altijd net niet. En dan hadden ze mij eigenlijk de opdracht voor één seizoen, om te kijken van als dat zou lukken om te promoveren. En dan heb ik het geluk dat het eerste jaar geluk is. Maar nogmaals, met een team wat daarvoor ging. Echt, was een fantastisch jaar. Dat is Hans Goedhuis, hè. Die kennen we nog, hè. Dat is Bjorn. Dat is Jeroen. Dat is Pascal. Van de Gucht. Omer, hè. Dat is belangrijk. Thierry Bergmans. In ieder geval was een aardig team. Ik had dan een groep die daar iedere dag voor werken voor om die doel te bereiken. Ik had een bestuur die ook iedere dag wil voor werken om dat doel te bereiken. Sporters wouden dat bereiken. Het was eigenlijk een doel om daar te komen. En daar moet je aan terugdenken. Ja, fantastisch hoe die mensen er alles voor gedaan hebben om te promoveren. Hans Goedhuis. Die wou ook nog één keer in zijn carrière nog eens tweede nationale spelen. Thierry Bergmans wilde een tweede klasse spelen. We hadden maar 3-4 transfers gedaan. En dat waren 3-4 transfers recht in de roos. Allemaal jongens met goesting. We hebben gezegd van jongens binnenhalen die nog willen iets bereiken in hun carrière. Johan Bruitings die kwam dan van Kermt, vierde klasse. Ik had toen heel veel interesse van zijn truien. Want we weten nog heel goed, in transfer is dan op het laatste rondgekomen. Omdat we zeiden, Bjorn, kun je geen tussenstap maken, vierde klasse naar eerste nationale. Ik kwam toen van Halen naar Kermt en dan eerste klasse, dat is toch een grote stap. Die is nu bij ons gekomen en heeft een fantastische juiste keuze gemaakt. En die is daar kunnen groeien van derde klasse naar eerste nationale en ook nog belangrijk zijn in eerste klasse. We hebben ook heel veel moeten helpen, in het begin sturen, want dat was iemand ja, die komt uit de buitenwereld. Hè. Bjorn, nu nog, hè, dat is een jongen die komt, ja, dus. Fantastische kerel, ja. Altijd 100% mentaliteit en het scoren vermogen had hij ook. Hè. Ja, dat was een heel goede transfer, ja. Absoluut. Ja. François was iemand die we toen gehaald van Lac-Lemin. Die had een opleiding gehad in Luik. Was hij niet doorgebroken. Was snel, technisch goed, maar we zeggen van wauw, niet. Maar hij had iets. En dan hebben we ook gezegd, kijk, we gaan die jongen binnenhalen. Want die jongen die wil graag komen. Die wil nog één keer van zijn carrière een carrière maken. En die is dan bij ons gekomen. En ja, die jongen die is zo ontwikkeld op een paar maanden tijd. Die is zo vooruit gegaan dat dan in februari of januari al Jackie Matthijssen belde om transfer naar Charleroi te doen. Zoveel inzicht en zo snelheid, scorenvermogen, dat ik eigenlijk niet begrijp dat zo'n jongen terug van Luik naar Lac-Lemin ging. Dat begrijp ik echt niet. Dat geen andere ploegen dat gezien hebben of een Luik zelf niet de kans gekregen heeft. Ik kon ze op de nul spelen. Als je zegt de eerste 6 wedstrijden, 0 binnen, dan voel je dat daar iets staat. Ik zei bij het eerste gesprek tegen Van der Zanden en tegen Hans, je bent een goed voetballende ploeg, maar met één voetballend zul je nooit prijzen pakken. Ik zeg, de bedoeling eigenlijk mee, je moet een goede organisatie neerzetten en ook leren verdedigen. En dat samengevoegd, ja, zijn we een heel goed team geworden. En dan start je eigenlijk de competitie met 18 op 18, 0 tegen doelpunten. Ja, als je zo kunt starten in de competitie, dat geeft vertrouwen naar de groep toe, dat geeft vertrouwen de groep naar mij toe, naar supporters toe. Want op dat moment had je al iedereen op de hand zitten. Ik weet nog goed, de eerste periodentitel hebben we daar tegen Hasselt met 4-0 gewonnen. En dan speel ik het toch in de finale en dan is het toch altijd iets onder druk. En moet ik toegeven dat dan Vizé daar beter mee omging. En dan kruipt OHL terug en WZ laat zien dat het kan voetballen. Na een mooie combinatie belandt de bal bij Landou Toubi, die beheerst afwerk 0-1 voor WZ.
OGL wilde absoluut opgaan. En als je moet opgaan, dat is toch een heel andere spanning of je mag opgaan. En Vizé, ja, die zat in een tweede klas, die wou dat blijven. Dus iets meer ervaring en die hadden toch wel heel veel kwaliteit. Dan komen zij met 10 man. Kapitein Voethuis zet de strafschop feilloos aan. Dan komen zij met 9 man. Fournier loost en draait in strak staal uit binnen 2-1 op een klein kwartier van het einde. De Leuvense fusieploeg denkt dat de bui binnen is, maar ze is nog niet in tweede klasse. Gillet kan Zola vrij binnenkoppen, 2-2. Verlengingen moeten de strijd beslechten. Dan zie je toch dan dat moment, dan toch het team en de gretigheid en toch van sommige jongens de klasse boven kwam. De bal belandt bij Sterchelle en die twijfelt niet. Een schicht in de kruising. 3-2. Het verlossende doelpunt is weer maar eens van François Sterchelle. Goed voor Simaïs. Sterchelle komt de 4-2 binnen. De Leuvense topschutter geeft het zelf aan. Dat is voorbij voor WZ. Natuurlijk een ontlading. De bus reist terug naar het stadion. Als je dan kijkt hoeveel mensen ons staan op te wachten aan het stadion. Ja, dat zijn momenten dat je nooit meer vergeet. Hè. Dat was een fantastische avond geweest. Ja. Absoluut. Ja.